Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video wil ik jullie producten laten zien van Essence die volgens de website het assortiment gaan verlaten. Vroeger schreef ik er altijd artikelen over op mijn blog, maar Essence komt tegenwoordig later met een lijst uit. En ik ben daar eigenlijk altijd een hele tijd mee bezig, omdat ik best wel perfectionistisch ben. Dus ik heb besloten om dit in een video te gaan laten zien. Ik vertel er gelijk bij, pin me hier niet te veel op vast. Het kan zijn dat ik producten laat zien die er uiteindelijk alsnog blijven in het assortiment. Maar volgens de website gaat dit er dus allemaal uit. Er zijn nog veel meer producten, dus voor de volledige lijst raad ik je aan de website van Essence even raad te plegen. Maar ik heb best wel wat producten in mijn stash zitten en ook producten die ik nog niet getest heb, die ik jullie wilde laten zien. Deze producten zouden verkrijgbaar zijn tot 13 augustus 2019. Dus ik wil je dan toch nog even de kans geven, mocht je producten zien die je nog graag zou willen toevoegen aan je stash, om dit te kunnen doen. Het kan zijn dat hier nog een sale opkomt. Bij mij in de kruidvat waren er nog geen producten met korting. Maar het kan dus zijn dat Essence hier nog korting op gaat geven, maar het kan ook later zijn. Mocht je benieuwd zijn welke producten er volgens de website van Essence uitgaan, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Er is mij laatst gevraagd of ik ook wat meer wilde swatchen. Ik ga dat in deze video niet doen, omdat het gewoon echt wel veel producten zijn. En ik er ook een beetje snel doorheen wil, omdat anders deze video super lang wordt. En dat is niet de bedoeling. Ik ga beginnen met de producten die ik al in mijn stash had zitten. Allereerst heb ik het Zealot Paris Eyeshadow Palette. Dit is een oogschaduw palette met romantische kleuren. Goed gepigmenteerd, heel erg mooi palette. Deze zit er nog maar heel kort in, dus ik vind het heel erg jammer dat Essence deze er alweer uit wil gaan halen. Dan heb ik het Go for the Glow Highlighter Palette in de 02 de Warms. En dit zijn dus drie warme highlighters die dus ook het assortiment zullen gaan verlaten. Het blaadje zit er nu nog voor, maar zo ziet dat er dus uit. Heel mooi palette. Jammer dat Essence deze er ook uit wil gaan halen. Dan heb ik een primer, dit is de Prime Plus Studio Mattifying Plus Pore Minimizer Primer met zwarte klei. Is deze primer, hele fijne primer die je make-up prima op zijn plek laat zitten en ook heel erg lekker aanvoelt op je gezicht. Maakt je gezicht ook heel erg zacht. Dan heb ik nog een primer en deze komt uit de You Better Work Gymproof lijn. Dit is een Gymproof Primer. Is deze primer die belooft zweetproof, SPF 20 en Instant Blur Effect. Dus dat is deze primer die heel erg jammer is dat deze er ook uitgaat, want het is echt een hele fijne primer. Dan heb ik ook uit de You Better Work lijn de Gymproof Waterproof Tinted Day Cream. Een getinte dagcreme die eigenlijk gewoon heel erg fijn is voor de warme dagen. Biedt niet heel veel kleur, maar voldoende om je gezicht toch... eigenlijk te egaliseren. Ik heb deze in de 10 light. Er zijn meerdere kleuren. Volgens mij zijn er meerdere kleuren van verkrijgbaar. Dan de hashtag Insta Perfect Liquid Makeup. Dit is een foundation. Ik heb hem in de kleur 10. Hashtag Cool Porcelain. Hele fijne foundation die ook echt een strong matte effect heeft. En ook nog eens waterproof is. Dan heb ik een concealer. Dit is de Stay All Day 16 Hour Long Lasting Concealer. Dit is de concealer die ik momenteel dagelijks gebruik. Dus ik baalde heel erg van dat deze eruit zal gaan. Ik heb deze in de kleur 10 Natural Beige. Dan nog een foundation. En dat is de Stay All Day 16 Hour Long Lasting Makeup. Ik heb hem in de 10 Soft Beige. Deze gebruik ik ook dagelijks, kun je wel zien, want hij ziet er heel vies uit. Maar dit is dus de foundation die ik standaard gebruik. En ik hoop echt dat hij nog blijft, want ik vind hem echt heel erg fijn. Ondanks dat de kleur toch best wel wat donkerder uitvalt voor de allerlichtste kleur, maar oké. Dan heb ik een Glowlike Mermaid Highlighter. Ik heb deze in twee varianten. Ik zal straks de andere variant laten zien, maar heeft de naam Team Forever Mermaid. Een highlighter met schubbetjes en verschillende kleurtjes. Het ziet er heel mooi uit op het gezicht ook. Dan heb ik een Glow To Go highlighter palette. Deze is in de 10 Sunkissed Glow. En dit zijn gewoon 4 highlighters in verschillende tinten. Dus je ziet altijd de tint bij die bij je gezicht past eigenlijk. Hele mooie highlighters vind ik dit persoonlijk ook.
Dan heb ik de Sun Club Matte Bronzing Powder voor de lighter skin in 01 Natural. Hele fijne bronzing powder die ik echt heel vaak gebruik. Heeft een lichte kokosgeur, ziet er gewoon heel mooi uit. Hele fijne bronzer, lekker groot is de pen ook. Je kunt er goed in dippen met je kwast. Hele fijne bronzing powder. Dan heb ik een mosaïek blush. Ik heb hem in de kleur 40, de Berry Connection. Is ook verkrijgbaar in meerdere kleuren trouwens. En deze heeft dus gewoon verschillende kleurtjes. Vandaar het mozaïek effect. Ook een hele mooie blush. Dan heb ik een poeder. En dit is de Brighten Banana Powder. 10 Banana. Een hele mooie poeder waar je ook heel goed mee kunt baken. Hij is transparant op je gezicht. Hij lijkt nu heel erg wit, maar op je gezicht zie je dus die witte gloed niet terug. Of het gelige eigenlijk een beetje. Nog een hele fijne poeder. Dat is de All About Matte Fixing Compact Powder. Een poeder die ik ook graag gebruik. Dit is wel een transparante poeder. En die maakt je gezicht gewoon mooi mat. En ja... Dit is ook wel een van mijn favoriete poeders, moet ik zeggen. Ik ga er een beetje random doorheen, dus ik pak een beetje wat ik kan vinden. Dan heb ik nog een foundation. En dit is de Fresh and Fit Awake Makeup met een Hilti Glow. Deze heeft vitaminecomplex en cranberry water. In kleur 10 Fresh Ivory. Dat is deze met een pomp flacon. Hele fijne foundation die ook nog eens... Ja, heel erg lekker ruikt. Echt een hele frisse foundation voor echt een hele frisse gezichtslook. Dus dat is deze. Dan heb ik nog een bronzing powder. Dit is de Luminate Matte Bronzing Powder voor de lighter skin. In de kleur 01 Sunshine. Verkrijgbaar ook in twee varianten. Deze heeft niet die kokosgeur, maar wel een hele mooie. Je hebt twee kleuren, een lichtere en een donkere. Maar je kunt ze dus heel erg mooi gecombineerd gebruiken. Hele mooie bronzer is dit ook. Dan heb ik een setting spray. Dus de Instant Matte Setting Spray. Hele fijne setting spray die je gezicht echt matteert. Is olievrij. Dus dat is altijd wel heel erg fijn. Heel erg fris ook voor de warme dagen. Maar echt een hele ja, fijne fixing spray. Dan heb ik de Cushion Eyeliner. Dat was deze. En die heeft... Nee, is gewoon 01 Black. En die heeft dus zo'n kussentje waar je dus in kan dippen. Werkt echt super goed. Dit was de, ja, een paar jaar geleden een heel erg grote trend. Maar dit is dus echt een hele fijne eyeliner ook. Dan heb ik de Superlast Eyeliner in de kleur Deep Black. Deze blijft 18 uur zitten. Een hele fijne eyeliner die ik graag gebruik. Ik zal jullie even het kwastje laten zien. Ziet er zo uit. Heeft een beetje een ja, normaal kwastje, maar hij beweegt niet mee. Dus je kunt er echt heel erg strak mee werken. En dat vind ik altijd wel heel erg fijn. Jammer dat Essence deze ook uit het assortiment wil halen, want ik vind hem heel erg fijn. Dan heb ik de Holowell Prisma Jumbo Eye Pencil. Hier was ik iets minder tevreden over. Ik heb hem in de kleur 04 Magic Spell. Omdat deze niet heel veel pigment afgaf. Ik had hier meer van verwacht. Dus hier ben ik ook niet heel erg rauwig omdat Essence deze uit het assortiment wil halen. Maar dat is dus deze Jumbo Pencil. Dan heb ik de Shine 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 Wet Look Lip Gloss. Hele mooie lipgloss die echt zo'n... Ja, echt zo het gevoel geeft alsof je echt hele glimmende lippen hebt. De kleur vond ik iets tegenvallen. Ik vond hem net iets te licht. Omdat ik zelf van iets donkerdere kleuren ben. Maar ondanks dat ja, ziet het er wel heel erg mooi uit. En kun je hem wel opbouwen. Dus dat is deze lipgloss. Ik had deze in de kleur 3 Friends of Glamour. Is dus verkrijgbaar in verschillende tinten. Dan heb ik ook een nagellakje. En dit is de XXL Nail Thickener. Dit is nog een best wel oude variant. Maar deze gebruik ik heel vaak als basis. Omdat dit je nagels toch weer wat meer verzorging geeft. En daarna lak ik mijn nagels gewoon. Maar ja, deze die zorgt er gewoon voor dat je nagels net weer wat beter kunnen herstellen. Van alle nagellak dingen die je ermee doet. De nagellak opbrengt en zo. Dat beschadigt toch natuurlijk wel je nagels. Dan heb ik de Glitter On Glitter Off Peel Off Nail Polish.
hele mooie nagellak. 03 Party Queen heeft deze. En deze kun je er dus aftrekken. En dat is heel erg handig, want glitternagellak is lastig te verwijderen. Maar omdat je deze gewoon eraf kan trekken, vind ik dit ideaal. Dan heb ik de Lash Brow Gel Mascara. Dit is gewoon zo'n mascara waarmee je je wenkbrauwen kunt zetten. Ja, deze verschillende merken hebben dit soort producten, maar deze is dus transparant. En dat is dus heel erg fijn, want die past eigenlijk bij elke kleur wenkbrauwen die je maakt. Dus bij elke kleur poeder of wat voor product je er ook voor gebruikt. Dan heb ik nog een eyeliner, dus de Liquid Ink Waterproof Eyeliner. Dat is deze. Die heb ik ook meervoudig gebruikt. Vind ik een hele fijne. Ik heb hem zelfs ook in mijn make-up tasje in mijn tas zitten. Is ook echt waterproof. Brengt heel fijn aan. Vond ik echt een hele goede eyeliner. Dus heel erg jammer dat Essence deze er ook uit wil gaan halen. Dan heb ik nog een oogschaduwpalet en dit is het Nude Eyeshadow Palette. Hele mooie tinten. Hij is wel nude, maar er zitten ook wel bronzer tinten in. Hele mooie ogen kun je hiermee creëren. Deze is er naar mijn mening ook nog niet zo heel erg lang, maar volgens de website gaat hij er dus ook uit. Dan heb ik een eyebrow designer in de 04 Blond. Dat is deze. Dit is gewoon zo'n pennetje. Gebruik ik persoonlijk niet heel erg vaak, omdat ik meer van de poeder ben. Maar ja, mocht je van dit soort pennetjes houden, hij gaat dus het assortiment verlaten. Dan heb ik nog een gel eyebrow gel mascara. En dit is de Make Me Brow. En ik heb hem in de kleur 02 Brownie Brows. Is er ook volgens mij in twee varianten. Maar dit is dus ook een gel mascara die Essence niet meer in een assortiment wil hebben. Nog een wenkbrauwproduct. En dat is de Superless 24 Hour Eyebrow Homemade Pencil in Waterproof. Dat is deze met aan de achterkant. Oh, ik trek hem los. Een klein kwastje. En dit kun je zo omhoog draaien. En dan kun je je wenkbrauw hiermee inkleuren. Dan heb ik nog een lipstick. En dit is de Velvet Matte Lipstick. In de kleur 04 Hungry Pink. Deze hebben ze ook in shimmers gehad, maar ook dus in matte. Ook deze zullen dus het assortiment gaan verlaten. Hele mooie kleuren. Vind ik ook hele fijne lipstiften. Eens even kijken hoor. Wat heb ik dan nog meer in de aanbieding? Nog een liquid lipstick, dit is de Melted Chrome. Heel jammer dat deze uitgaat. Hele mooie lipstick die heel mooi opdroogt en echt een hele mooie glans geeft. Heel erg jammer ook. Dan heb ik een reeks mascara's. Allereerst de All Eyes On Me Multi Effect Mascara, dat is deze. Ik zal niet van allemaal het borsteltje laten zien, want het zijn er best wel veel. Maar dat is dus deze mascara. Deze heb ik ook standaard in mijn tas zitten. Dus dit is ook wel een hele fijne. Maar is al wel oud, moet ik ook zeggen. Dan de False Lashes mascara met Extreme Volume en Girl. Dat is deze. Is ook in twee varianten verkrijgbaar. Ook eentje met een oranje vlakje. Maar dit is dus de roze. En die oranje heeft weer een ander effect, zeg maar. Dan de Instant Volume Boost mascara. Jammer dat deze uitgaat. Fijne mascara die ik ook echt heel vaak gebruik. Deze is smudgeproof en intense black en blijft 18 uur zitten. Ik heb hem nu toevallig op, dat kunnen jullie niet goed zien, maar ik gebruik hem echt heel graag. Dan de Get Big Lashes Volume Boost mascara. Ook weer jammer dat deze uitgaat, want ook deze die zit eigenlijk in mijn standaard make-up doosje. En die pak ik ook nog regelmatig. Omdat hij gewoon, soms kan die echt mijn wimpers zo een effect geven dat het net lijkt alsof ik nepwimpers heb. Maar dat ligt een beetje aan hoe mijn wimpers die dag zijn. Dan heb ik de Super Curl Volume Mascara met een eye-opening effect. Dat is deze. Heeft zo'n borsteltje. Fijne mascara ook, alleen niet alle borsteltjes vind ik even fijn. Maar dat ligt een beetje aan mijzelf. De Volume Hero mascara met Empower Black gaat eruit. Heel jammer ook.
Dan de Volume Stylist Girl & Hold Mascara. Deze heeft micro styling wax, dus blijft ook 18 uur zitten. Super jammer ook dat deze uitgaat. Ook deze gebruik ik nog heel erg vaak. Heeft zo'n borsteltje, heel fijn borsteltje, waar je ook echt heel erg mooi je onderwimpers mee kunt krullen. Maar ook de bovenkant van je wimpers. En dan heb ik nog zo'n topper. Dat is de I Need A Miracle Volumizing & Straightening Mascara. Gebruik ik ook zo vaak nog dat ik dit ook echt jammer vind dat deze eruit gaat. En dan heb ik de Lash Princess mascara's. Ik heb er drie, want ze zouden er alle drie uitgaan. Allereerst is dit de False Lashes Effect mascara. Ik vind de hulzen altijd heel erg leuk, want ze hebben ja, dit zeg maar. Echt, ja, ik vind de verpakking gewoon heel erg leuk, maar dat is dus de groene. Dan heb ik de oranje variant en dit is de Volume Mascara. En ook nog de Sculpted Volume Mascara. En dat is de paarse variant. Dit waren de producten die dus al in mijn stash zitten. Dan ga ik jullie nu de producten laten zien die ik zelf ook nog moet reviewen. En dan heb ik allereerst een Color Boost Matte About Matte. Matte Liquid Lipstick. Het is zo'n liquid lipstick. Deze hebben ze ook in een glimmende variant gehad of hebben ze nog. Maar deze gaat er dus uit. Ik was van die glimmende variant echt heel erg, erg blij en die vond ik heel erg fijn. Ik heb deze in de kleur 07 Seeing Red. En dit is dus de matte variant daarvan. Dan heb ik de Fixing Spray van de You Better Work line. En dat is deze. Die zou dus ook weer heel erg interessant zijn bij het sporten. En switch resistant en anti-shine. Dus dat is deze. Dan heb ik de Volume Booster Lash Primer. Dit is dus zo'n lash primer. Super volume with superfoods. Hier zitten dus arkar olie in en mango butter. Ze hebben een beetje fruitachtige ingrediënten. Ik denk dat je dit ook trouwens in meerdere dagen moet gebruiken. Dat ga ik even uitzoeken. Van deze producten komen allemaal nog reviews online op mijn blog. Mocht je daar benieuwd naar zijn, hou die ook zeker even in de gaten. Want de link staat gewoon in de beschrijving. Maar dat is dus deze mascara. Dan dit sponsje. De Super Beauty Sponge gaat eruit. Ik heb de roze variant. Ook was volgens mij ook in meerdere kleuren verkrijgbaar. Meerdere varianten. Maar deze gaat dus ook het assortiment verlaten. Dan kom ik weer even terug op die Glow Like a Mermaid. Dat is dus deze. Dit is met paarse stukjes. Heeft ook de naam Forever Mermaid gewoon. Maar dat is dus deze. En die is meer wat geliger in paarse ondertonen. En deze was echt meer met roze. Ik zal ze even naast elkaar houden. Kijk, dit is het verschil. Maar ze gaan er dus... Ja, volgens mij zit deze er alleen nog in. Maar die gaat er dus ook uit. Dan heb ik ook de You Better Work Length Definition Mascara. Dat is deze. Volgens mij gaat alles van de You Better Work line eruit. Dus dat is die mascara. Dan heb ik nog Glow To Go Luminous Blush Papers. Dat zijn van die papiertjes waarmee je blush kunt aanbrengen. Ik heb hem in de 10 You Make Me Blush. Ik laat hem even dicht zitten, want als ik hem open ga maken heb je kans dat al die papiertjes overal heen dwarrelen. Maar dat is dus deze. Dan heb ik ook de Make-up Corrector Pen. En hiermee kun je dus heel makkelijk make-up die je verkeerd hebt aangebracht, eyeliner of vlekjes kun je makkelijk verwijderen. Want er zit gewoon zo'n pen in. En je hebt dus ook meerdere pennetjes nog aan de achterkant zitten. Dus dat is deze. Dan heb ik ook een blush. En dat is de Matte Touch Blush. Dat is deze in de kleur 10 Peach Me Up. Leuk patroontje erin met die sterretjes, maar ook deze, ja, heb ik nog niet getest. Dus ik weet niet wat ik ervan vind, maar gaat er dus uit. Dan heb ik ook twee concealers. Dit zijn de Camouflage Plus Matte Concealers. En ik heb hem toevallig in twee kleuren. Dit is de 10 Light Rose. En ik heb hem in de 20 Light Ivory. Hier ben ik ook wel heel erg benieuwd van. Dus deze ga ik binnenkort ook zeker even testen. Dan heb ik de hashtag InstaPerfect Liquid Highlighter. Dit zijn twee liquid highlighters in verschillende kleuren. Dit is de 10 hashtag Gold Addiction. Ik weet eigenlijk niet hoe dit werkt. Oh, gewoon met zo'n pipetje. Ik ben wel benieuwd wat dit voor effect geeft. En ik heb hem dan ook nog in de 20 hashtag Rose Forever. Dus dat is deze.
Dan heb ik nog een Melted Chrome Eyeshadow. Een heel klein oogschaduwtje in de 06 Copper Me. En dit is dus echt een, ja, chrome effect. Kun je al wel een beetje zien. Het is wel een heel klein pennetje. Maar kijk eens hoe mooi die is opgebouwd. Het heeft een soort baked effect. Ik denk dat deze heel mooi pigment gaat afgeven. Dan hebben we nog de Glow To Go Illuminating Setting Spray. Ik denk dat deze een glow gaat geven. Ik denk dat je... Normaal wil je gezicht mat maken, maar hiermee geef je hem net even meer een glow. Dus ik ben benieuwd naar deze ook. Dan heb ik nog een Plumping Nudes Lip Gloss. Dat is deze. Ik heb deze in de kleur 06 Big Bang. Ik heb hem nu toevallig op, maar naar mijn idee... Nude Shades with the Glossy Finish en Cycling Effect Lip Gloss Mix. Ik kan het nu niet terugvinden, maar ik heb het idee dat hij menthol in zit. Maar hier komt dus nog een uitgebreide review van op mijn blog ook. Ja, dan heb ik ook de Hello New York eyeshadow paletten. Dat is deze. Heb ik dus nog niet gebruikt. Mooie kleuren zitten hierin. Hier ben ik heel erg benieuwd naar. Ook deze is er dus nog maar net. En deze is ook nog verkrijgbaar in een andere variant. Ik zal de naam even hieronder neerzetten, want die weet ik niet, maar die heb ik ook niet. Ook het GD Sydney eyeshadow paletten zal het assortiment gaan verlaten. Dat is deze. Ik heb hier al video's van gezien en deze is echt super mooi. Er zitten matte en shine kleuren in, maar dat hebben alle drie die paletten, zowel die van Parijs als die van New York. Dan heb ik ook nog het Blushed Eyeshadow Palette. Dat is deze. Met wat meer rozige tinten. Ook wel wat nudes. Meestal zijn deze wel goed gepigmenteerd. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dan heb ik ook het Make Your Own Magic Oogschaduw Palette. 06 Dreams Are My Reality. Heeft deze de naam gekregen ook nog trouwens. Dat zijn deze. Een beetje wat zachtere kleurtjes. Ziet er wel leuk uit. Ik ben wel benieuwd. Ook een shimmer in matte kleuren. En dan het Be An Original 05 Dare To Bold palette. Deze heeft wat heftigere kleuren. En ik ben wel benieuwd wat voor look ik hiermee zou kunnen creëren. Ik denk dat dit best wel een heftige ooglook zou kunnen worden. Ja. En dan een hele lijst aan... nagellakjes. Allereerst de Extreme Shine Top Coat en de Extreme Last Base Coat. Dat zijn deze twee. Die horen dus bij de Shine Last & Go Gel Nail Polishes. Maar die gaan zouden dus ook uitgaan. Maar dat zijn dus deze twee die daar in combinatie bij passen. En in die Shine and Last & Go Gel Nail Polishes heb ik hem in de 07 Party Princess. Ik heb de 42 Everybody Says Yeah. De 21 Anything Goes. De 34 Mr. Brightside. Leuk geel kleurtje ook. Leuk zomers trouwens nu. De 41 Big City Vibes. De 23 Party Time met wat grovere vlogs. De 14 Do You Speak Love. Mooi donkerrood kleurtje. En de 46 Black Is Back. En dan heb ik ook nog de Cosmic Light Nail Polish in de 03 To The Moon and Back. En dat is deze. Ziet er ook leuk uit. Ook verkrijgbaar in verschillende kleuren. Dan heb ik de Volume Stylist 18 Hour Extra Extension Mascara. Met Lengthening Fibers. Die heb ik natuurlijk ook al in het roze. Maar deze paarse die heb ik dus nog niet getest. Dus ik weet nog niet hoe deze gaat zijn. Maar als die net zo fijn gaat zijn als deze roze variant. Dan ga ik er heel tevreden over zijn. En het laatste product wat ik heb is de Prime Plus Studio HD Hydra Primer Spray. En deze heeft coconut water. En dat is deze spray die ook wel heel erg fijn is.
En deze kun je volgens mij gebruiken ook als. Dit is een pruimstreek. Dit gebruik je eigenlijk voordat je je make-up aanbrengt. Volgens mij kun je hem ook prima daarna gebruiken. Maar dit is eigenlijk om een primer in sprayvorm. Dus dat is deze. Dan waren dit alle producten die volgens de website van Essence uit het assortiment gaan. Die ik in mijn stash heb zitten of in mijn reviewbakken. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd welke producten jullie heel erg zullen gaan missen uit het assortiment. Bij mij zijn er best wel wat producten waarvan ik het echt heel jammer vind dat ze eruit gaan. En nogmaals, ik begrijp het niet helemaal goed, omdat de assortimentsupdate die volgens mij in mei al in de winkel ligt, gewoon super klein is. Dus ik vraag me af, gaan er misschien nog meer producten bij komen? Maar dat is even afwachten. Ik ben er een beetje in een snelvaart doorheen gegaan, want het was best wel veel. En ik wil niet dat het voor jullie ook anders heel saai wordt. Maar dan hebben jullie in ieder geval een beetje een kijkje in de stash gekregen van oké, wat zal eruit gaan. Dus ja, dat was eigenlijk voor nu wat ik jullie wilde vertellen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of er nog producten zijn die jullie van plan zijn om aan te schaffen. Misschien denk je, oh, dat zou ik nog heel graag willen hebben. Je hebt dus tot 13 augustus om deze producten nog aan te schaffen. Of je stash aan te vullen met wat je wil. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan door op het rondje te klikken die in de einde, aan het einde van de video tevoorschijn komt waar mijn gezicht op staat, maar ook natuurlijk gewoon via mijn eigen kanaal. Vergeet ook dan even niet om het belletje aan te zetten, want dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog en dan hoop ik je bij de volgende video weer te zien. Doeg!